Hi, ik ben Bram en welkom bij deze video. In deze video doe ik verslag van het Hoogeveen Schaaktoernooi van de vierde tot zesde ronde van de twee kampen die er worden gespeeld. Het Hoogeveen Schaaktoernooi wordt eigenlijk al sinds jaar en dag gespeeld in het gemeentehuis van Hoogeveen en bestaat altijd uit meerdere groepen. Er is altijd een kleine topgroep, dat was aanvankelijk een vierkamp en nu twee tweekampen. Een open groep waarin grootmeesters en amateurs samen in één groep spelen en een amateurgroep waarin een bepaalde ratinggrens wordt gehanteerd. Ik doe alleen verslag van de tweekamp in deze video. Ronde 1 tot 3 zijn al eerder verslag over gedaan. Dat verslag is gedaan op schaaksite.nl. Waarschijnlijk ben je bij deze video gekomen via schaaksite.nl. Mocht je dat nou niet zijn, schaaksite.nl is een website voor schakers, door schakers. Waarbij heel veel verschillende dingen te vinden zijn, van schaakinhoudelijke verslagen tot boekenrubrieken tot allerlei andere soorten schaakstukjes. Daarvoor is dus ook deze video gemaakt. De twee tweekampen, daar gaan we dus naar kijken. En de eerste tweekamp wordt gespeeld tussen Lucas van Foreest, de Nederlandse grootmeester, en Luke McShane, een speler uit Engeland, Groot-Brittannië. En na de eerste drie ronden stond het daar anderhalf. Beide heren hadden één keer gewonnen en er was een remise gespeeld. En de tweede tweekamp is gespeeld tussen Max Warmerdam en Daniel Darda. Max, Nederlandse grootmeester, en Daniel, een Belgische grootmeester. Beide heren ook nog vrij jong. Daar stond het 2-1 na de eerste drie ronden. We duiken er maar meteen in, want er zijn veel partijen gespeeld en er is veel gebeurd in deze partij. De match tussen beide spelers is overigens maar zes rondes, dus de drie rondes die ik nu ga behandelen zijn ook meteen de laatste drie rondes. En er moet dus een beslissing vallen in de match. Valt er geen beslissing, dan wordt er een tiebreak gespeeld van twee blitzpotjes, waar als er dan weer geen beslissing valt, dan wordt er gewoon doorgeblitst tot het uiteindelijk een keer een winnaar is. Nou, in deze partij speelt Lucas van Foreest met wit tegen Luke McShane. En Lucas had zijn eerdere witpartij ook gewonnen in de tweede ronde. En nu in de vierde ronde, de eerste partij van commentaar, speelt hij weer D4. En zijn tegenstander wijkt af van het eerdere wat hij speelde, want nu speelt hij het Konings-Indisch. Nou, het Konings-Indisch is echt een opening waarbij zwart het centrum weggeeft om vervolgens op spel te gaan spelen. Het breekt terug in het centrum, de stelling wordt vaak een soort van gesloten. Om daarna complexe stellingen te krijgen, waarbij soms blijft het een loopgravenoorlog, soms gaat er langzaam aan de stelling open en vaak komt er wel op een bepaald moment wat vuurwerk in de stelling. Nou, H3 is best een interessante zet tegen het Konings-Indisch en het idee is om veld G4 in te nemen en om daar ook een pion neer te zetten. En op die manier de koningsstelling van zwart al meteen een beetje te beteugelen. Want zwart heeft heel vaak het plan om in het Konings-Indisch om naar voren te komen met die pionnen. Nou, en G4 kijkt dan meteen naar veld F5. En dat zul je ook zien in deze partij. Na korte rokade speelt Van Foreest loper E3. Zwart speelt paard A6. Het idee is dat dat paard een keer naar C5 komt. En hier komt de zet E4. Nou, we gaan eigenlijk verder met redelijk normale zetten voor het Konings-Indisch. E5, daarmee wordt het centrum uiteindelijk toch nog ingenomen. D5 en je ziet eigenlijk meteen dat het centrum een soort van gesloten wordt. Uiteraard zijn er breekzetten, dus wit gaat vaak verder met een breekzet als C5. Zwart heeft ook aan twee kanten breekzetten. Dus de stelling gaat wel een keertje open. Dat centrum dat blijft heel vaak in het Konings-Indisch niet dicht. Paard gaat naar C5. Dat paard staat eigenlijk wel een klein beetje om weggejaagd te worden. Maar ja, eerst moet wit eventjes zijn pion op E4 dekken, want die stond aangevallen. Wit lijkt best een unieke stelling eigenlijk, want alle pionnen staan op wit. Op B2 na. En wit kan eigenlijk verschillende dingen doen. Standaard in het Konings-Indisch gaat wit aanvallen op de damevleugel, want daar heeft wit meer ruimte. Je ziet dat eigenlijk aan deze pionnen. Die staan richting damevleugel gepositioneerd, dus wit heeft eigenlijk iets meer ruimte op de damevleugel en daardoor gaat wit vaker aanvallen. En zwart aan de andere kant. Maar omdat wit al zo vroeg ook heel veel ruimte op de koningsvleugel heeft gepakt, is het niet ondenkbaar dat wit ook een keertje gaat aanvallen op de koningsvleugel. En zwart heeft minder ruimte, dus die wil vooral de stelling open gaan breken. En dat begint zwart meteen te doen met C6. En na dame D2 maal maal zie je dat de stelling nog steeds heel gesloten is, maar de C-lijn is open gegaan. Zwart speelt dus ook loper D7 en eigenlijk is zwart klaar om een soort van activiteit te gaan beginnen op de damevleugel. Of als de damevleugel goed onder controle is,
dan misschien alsnog op de koningsvleugel met F5 te gaan breken. Nou, Lucas van Varese doet hier wat mij betreft een hele leuke, interessante zet, namelijk lange rokade. En dat voelt misschien wat tegenintuïtief, want je denkt, nou, je gaat naar het gevaar toe rokeren. Dat klopt wel een klein beetje zo, maar aan de andere kant, ja, waar staat die koning wel goed? Op E1 staat de koning in het midden en de stelling gaat een keer open en de torens worden niet verbonden. En als de koning naar de koningsvleugel wil gaan, ja, F5 is nog steeds een van zwarts lievelingszetten. Dus ook daar staat hij niet zo veilig. Het alternatief wat wit kan doen is nog even wachten met de keuze. En bijvoorbeeld met het paard via E2 naar G3 klaar te gaan staan om een aanval te beginnen op de koningsvleugel. Maar lange rokade is dus een leuke zet. En na dame B8 met het idee om de torenruimte te geven en om ook een keer te gaan stormen met pionnen, gaat de koning meteen opzij. Die koning die wil uiteindelijk op A1 enigszins veilig gaan staan. En er komen meteen een paar interessante momenten aan. Want, nou ja, zoals ik al zei, ondanks dat het gesloten is, het is niet een opening die vaak rustig blijft. Het wordt erg complex. Zwart begint met aanvallen en hier komt de ja, hele mooie zet, B4. En B4 wederom voelt heel erg tegenintuïtief, want je hebt net je koning op B1 gezet en nu ga je in één keer een pion voor je koning naar voren spelen. Maar als je dat niet doet, dan komt zwart op een gegeven moment naar voren en dan, ja, dan word je langzaamaan weggeduwd en ja, voordat je het weet staan er pionnen in je stelling. Dus met deze zet stop je die opmars een beetje, maar je zorgt er ook voor dat het paard toch een van zwarts goede stukken wordt aangevallen en je dwingt hem ook tot een keuze. Gaat het paard nou op A6 staan, wat hij niet deed in de partij, dan staat hij voor zijn A-pion. En moet hij eventueel naar C7 springen voordat hij daar weer de A-pion kan bewegen, dus dat kost tijd. Gaat het paard op B7 staan, ja, dan staat de B5-pion een keer extra aangevallen en daarna staat hij voor de dame en heeft hij ook geen mooi veld. Dus daarom denk ik dat het vrij logisch is dat zwart paard A4 speelde, ondanks dat de computer ook die andere twee zetten best aardig vond. En na paardmal A4... Pionmal A4, koning A1, staat de koning helemaal in de hoek. Nou, let wel op dat de koning is gaan staan op de diagonaal van de koningsindische loper op G7. En nou ja, zoals je ziet, traditioneel wordt die loper vrolijk ingesloten door zijn eigen pionnen. Maar die loper is vrij geduldig en die gaat een keertje aanvallen. Paard E8 en daarmee maakt zwart al meteen duidelijk dat zwart ruimte wil gaan pakken. Maar wellicht wil dat paard ook wel om gaan lopen naar de damevleugel. En de stelling gaat wat verder. Lucas pakt wel mooi door. En de reden dat hij deze zet doet, is omdat hij aanziet komen dat zwart de stelling mogelijk gaat openmaken. Maar er zit een positioneel punt in deze stelling, namelijk het veld C6. Dat heeft wit heel mooi gedekt. En die loper, dat is de goede loper als je kijkt naar de pionnen. Want deze pionnen blokkeren hier de loper van zwart. Dus die witveldig loper van zwart is best een goede loper. Dus als je die kan afruilen. Kijk overigens ook even naar je eigen witveldige loper. Die kijkt tegen zijn eigen pionnen overal aan. Dus als je die lopers kan afruilen, dan heeft wit een loper waar hij weinig mee kan afgeruild. En dat veld C6, dat kan je overnemen. En dat gebeurt ook een beetje, want na F5 slaan, H5 begint verder door te stomen. Denkt zwart van, nou weet je wat, misschien dat ik toch maar de stelling weer dicht ga schuiven. Want wie weet kan wit wel een koningsaanval starten, bijvoorbeeld. Maar na loper F2, koning H8 en loper H3 zie je in één keer dat wits plan is om die loper af te ruilen. Daarmee de C-lijn en vooral veld C6 in te nemen. Daar valt hij overigens ook een achterste pion aan. Die is redelijk zwak. En het is eigenlijk een beetje de vraag hoe zwart nog een aanval wil gaan doen op de witte koning. Want er worden steeds meer stukken afgereld. En op de lange termijn blijf je over met ja, een dubbel pion, een achtergebleven pion, een minder ruimte. En een loper die mogelijk heel erg weinig gaat doen deze partij. Dus zwart die begint actie te ondernemen. Paard gaat naar C7. Er wordt geruild en wit ontwikkelt nog wat verder. Zwart komt naar voren, wit komt naar voren. Eigenlijk gaan de stukken naar de plekken waar je ze verwacht dat ze toe moeten gaan. En op dit moment ja, biedt wit aan om, nou ja, ik val een pion aan, ik val je paard aan. Wat ga je doen? Dat paard dat springt heel mooi naar D4. En op D4... vraagt hij er eigenlijk om een keer gereld te worden, want dan wordt hij teruggeslagen en dan zie je langzaamaan dat de zwartveldige loper daar weer kansen gaat krijgen. Lucas doet zijn kwaliteit in de aanbieding. B5. Stel je voor dat die kwaliteit geslagen zou worden, dus paardmal C6, dan sla je hem terug met de D-pion, gaat de dame opzij en komt er een paard op D5. Dat paard dat staat daar geweldig. De pion op C6 staat gedekt als vrije pion. A7 staat zwak, A4 staat zwak. Wit staat heel goed in deze stelling. Dus na B5 doet zwart ook niet, slaat ook niet die toren. Loper F6. Nu slaat wit
alsnog op D4 met het idee dat daarna de pion geslagen kan worden. En de stelling is best goed voor wit, maar het is gewoon extreem complex. En je ziet eigenlijk dat zodra die loper ooit een keer tot leven mag gaan komen, dan krijgt zwart de compensatie, zoals zwart zo vaak krijgt in deze opening. Na toren G2 mist Lucas van Vreest de truc die eraan gaat komen. En daarmee verspeelt hij eigenlijk toch een mooie stelling. Wat hij moet doen is paard B2, met het idee dat die loperlijn verder geblokkeerd wordt. Maar hij speelt een optisch hele logische zet, namelijk toren C1. En ja, weet je, hij denkt waarschijnlijk al, zwart mag binnenkort gaan opgeven. Maar nu komt de hartstikke mooie zet, toren naar E2. Die toren die is giftig, want als de dame hem slaat, komt D3 met aftrekschaak op de dame en dan wint zwart de dame. Maar het idee van die toren is om naar E3 te gaan, die dame aan de kant te duwen en vervolgens die lijn open te maken. En in één keer, ja, ontploft het bord. Lucas die gooit er vrolijk een stukoffer tegenaan. Nou ja, niet helemaal stukoffer, want als er geslagen wordt, dan staat die loper ongedekt. Dat gebeurt ook. En kijk eens even mooi naar deze structuur. De drie witte pionnen die staan nog, maar de twee zwarte pionnen die zijn er vrolijk langsgeslagen. Oh, andere kleur. Zo, langsgeslagen. Dus je ziet hier eigenlijk een hele vreemde structuur. De witte koning voelt zich wel een klein beetje op de tocht staan, zeker na de zetten toren E3 en dame G7. En die dame die gaat nu op deze koningsindische diagonaal staan. En het is eigenlijk best wel link voor beide partijen. En dus besluit wit om hier maar een pion te offeren met E5. Daarmee sluit hij dus diagonaal, omdat er nu een toren op de diagonaal staat. En vervolgens wordt F-pion geslagen. En het lijkt eigenlijk af te stevenen op een remise. Want na toren maal D5, weer echt een hele coole zet. Dame maal D5, D3. Moet wit de toren terugofferen. Want als wit opzij gaat met de koning, dan wordt er, nou ja, hier geslagen en de koning kan nergens naartoe, dus de dame moet ertussen en je verliest een dame. Dus ja, wat gebeurt er? Wit offert zijn toren weer terug. En na de zet dame maal D4, dame maal D4, pion maal D4 zit je in een best raar toreneindspel. Maar remise is een hele logische uitkomst. Al mag je allebei nog wel even je best doen om dat te halen. Punt is alleen dat McShane die zich hier gigantisch vergist. Waarschijnlijk gewoon de combinatie volledig mist. Want hij doet C maal D4. Hopend mogelijk op ja, toch wel nog echt goede kansen hier in deze stelling. Maar na de zet dame D6. Uitroepteken vind ik. Want het is zo'n onschuldig ogende zet. Je denkt van ja, waarom moet ik hierop letten? Maar de achterlijn van zwart is enigszins problematisch. Dus de toren moet op de achterlijn blijven. Dus nou, toren E8. Je denkt nog steeds, wat is er nou echt aan de hand? H6, weer een uitroepteken. Die dame die heeft dat veld nu gedekt. En die zwarte dame is eigenlijk een verdediger van de pion op D4. En die kan niet meer gedekt worden, want na de zet dame E5, waar die misschien van tevoren op had gerekend, is het maal E5, maal E5. En nu zie je weer dat de achterlijn problematisch is voor zwart. Dus daarom, na H6 komt dame G5. Maar het punt is nu dat na dame D4 met schaak. Koning G8, toren G1, witte dame wint. En waarschijnlijk nogal gedesillusioneerd geeft McShane hier op. Dus Lucas van Vreest neemt de leiding in deze nu met een vol punt. Ja, en dan komen de volgende twee partijen. En daar zouden we ook best wel lang naar kunnen kijken. Misschien deze wat minder. McShane speelt de volgende partij met wit. Alleen hij gaat naar een Berlijnse variant toe in het Spaans. En het remisepercentage is enorm hoog in deze opening. En eigenlijk is misschien het enige noemenswaardige dat op dezelfde dag in het Amerikaans kampioenschap deze exacte stelling ook bereikt werd tussen Christopher Yu en Ray Robson. En daar speelde Yu niet met succes, werd volgens mij ook remise, loper naar D3. Met het idee dat na dit kwaliteitsoffer je een klein beetje aanval kan gaan krijgen tegen de Zwarte Koning. Om toch maar dat remisepercentage van het bord te schuiven. Maar dat gebeurde niet in deze partij. Na toren E1 ja, werd eigenlijk de partij kwam eigenlijk heel snel in een rustig vaarwater. Er werd een beetje positioneel geschoven. En het leek ook vooral dat McShane niet lekker in de partij zat. Hij gebruikte op bepaalde momenten echt gewoon een half uur over stellingen waar weinig in zat. Dat gaf ook al aan dat hij eigenlijk niet zag hoe hij hier verder moest gaan. En ja, na eigenlijk heel wat geschuif heen en weer besloten de beide spelers om maar gewoon een remise te maken in deze stelling. Eigenlijk een partij waarin vrij weinig gebeurt. Je ziet ook de structuur hier en je ziet, ja, er zijn weinig zwakke plekken.
Deze pion is de enige zwakke plek, maar die kan zowel door een toren als door een loper gedekt worden. De toren heeft trouwens nu de open lijn te pakken. En ja, ook na loopmaal B5 zit je in een stelling met ongelijke lopers. Er is weinig in de stelling. Dus Lucas blijft een punt voorstaan. En dus komt het aan op de laatste partij. Kan McShane daar met zwart nu wel een punt pakken? En er komt weer een koningsindies op het bord. En ik zou hier zo een hele middag over door kunnen praten over deze partij. Maar het verschil is dat McShane hier rokade uitstelt. Om eigenlijk eerst maar eens even te zien wat wit doet. En om daarop te reageren. Dus we komen eigenlijk ongeveer in dezelfde structuur terecht. Weer die aanval op E4. In dit geval gaat dus de dame naar C2. En in deze partij stelt Lucas eigenlijk uit om G4 te spelen. Dat geeft zwart de kans om dat paard aan de kant te zetten. Naar F4 te laten kijken. En hopen ook weer op een opening van de diagonaal. Maar ook om F5 te kunnen spelen. En hier, voor zover ik kan zien in de chess.com database, is Lopeman C5 een nieuwtje. Ik denk dat Lucas van Varees behoorlijk goed was voorbereid dit toernooi. Want hij speelt dit idee, wat al een mooi idee is. En het is best moeilijk nu voor zwart om met deze zee-aan-pionnen om er goed doorheen te komen. Want C6 kan nog heel lang niet. En ook C6-B5. Ja, als je een pion op B5 zet, dan kijken heel veel witte stukken naar. En zelfs dan is maar de vraag, wat gebeurt er als er een pion op B5 staat? Dus het is een moeilijke stelling. Dus na korte rokade, koning B1. De stelling gaat verder, maar hier zie je bijvoorbeeld het plan van wit met A3 en koning A2. Dus of hij heeft dit allemaal heel mooi achter het bord bedacht, dat hij die rust kan houden om dat te spelen. Maar de computer geeft het ook aan en het lijkt me een... ik gok dat het een goede voorbereiding is, maar misschien is het ook gewoon heel goed bedacht. Het punt is een beetje voor zwart dat het heel moeilijk is om te bepalen waar hij er doorheen moet. Dus tor A6 hoopt om over die zesde rij wat aanval te kunnen krijgen. Van Forest houdt eigenlijk de stelling redelijk onder controle. Hij heeft meer ruimte, dus dat betekent ook meer mogelijkheden om een beetje te manoeuvreren. En dat zie je eigenlijk ook hier gebeuren. Hij brengt heel rustig zijn stukken naar plekken waar die beters fiets staan. En we zien weer een pion op A4 komen. Dat is in de vorige partij met wit voor Van Vreest. En die pion op A4 zet de stelling vast, maar maakt het ook wat zwak, die pion daar. Later zul je zien dat dat weer gaat spelen. Nou, zwart moet een keer de stelling open gaan maken. En na deze dubbele aanval op de pion op C5, komt de best wel mooie zet loper F5. En dat is een trucendoos die open gaat, want als je slaat met je paard, dan zie je eigenlijk dat die diagonaal belangrijk gaat worden. En E4 is al een prima zet in deze stelling, maar de computer geeft nog een belachelijke variant die ik gewoon even wil laten zien. Die zegt loper D3 met het idee dat, nou ja, als die loper gewoon wordt geslagen, je slaat en je slaat en dan komt dus E4 en dan zie je dat het weer een mooie aftrekaanval is op dat veld B2. Weer dus een combinatie met de pion die doorschuift op de dame en veld B2 dat erachter staat. Ook na torenmaal E4, ja, werkt dat natuurlijk niet, want we hebben een aftrekschaak en we hebben mat in de stelling. Overigens nog even, na loper F5, als wit damemaal C5 doet, dan komt de schokkende zet torenmaal B2. En dan denk je, waarom torenmaal B2? Nou, niet vanwege een aftrekaanval, maar vanwege een vorm. Is ook niet leuk voor wit. Dus we gaan gauw verder naar hoe het wel in de partij ging. Van Vreest hield gewoon veld E4 onder controle. En zolang wit die controle heeft, je moet je ook voorstellen, wit staat hier een punt voor in de match. Als zwart wil winnen, moet zwart wat gaan doen. En Van Vreest heeft meer ruimte, een structuur die prima staat. Dus hij laat het eigenlijk ook aan zwart om hier maar gewoon te gaan breken. Al denk ik niet dat Van Vreest een stilzitter is, want hij snijdt goed hout in deze partij. D6. Dame naar D8, loopmaal A4. Weer een pionnetje eraf gegaan. Zwart die besluit zijn paard om te gaan spelen. Dekt ook de C5 pion. En hier misschien toch een onnauwkeurigheidje van Vreest. Want hij laat weer toe dat die diagonaal open gaat richting B2. En dat was het eigenlijk de pion niet waard, zegt de computer. Maar ook een beetje voor je gevoel. Zwart had weinig tegenspel en nu begint het tegenspel toch een beetje te komen. En zoals ik al zei, hier kan je heel lang over analyseren en waarschijnlijk kan je lang over doorgaan hier. Maar wat er gebeurt is dat zwart de druk op B2 houdt en daardoor heeft zwart best wel wat mogelijkheden. En daarnaast, naast dat B2 een druk veld is, zien we ook dat die loper op A4 nu in één keer ingesloten staat. En op dit moment was er één kans in de partij om daarop te spelen met de computerachtige variant loper D7. Daarmee wordt C6 gedekt, maar ook F2 aangevallen
die vervolgens B2 in de aanval zet. Dus wit moet eigenlijk wat doen tegen die pion op F2. En dan komt wederom de computer zet B6. Nu zie je waarom het zo handig was dat die loper gedekt stond. Maar ook C5 is als dreiging in de stelling met een dubbele aanval of aftrekaanval op de dame en de loper. Complex. En na C5, B5 wordt de loper ingesloten. En we hadden mogelijk een hele grappige partij gehad hier met vier pionnen tegen een stuk. Dus dat was nog steeds erg complex geweest. Maar de stelling is open, dus dat is best prettig voor zwart tegen de koning op A2. Gebeurde niet. Zwart ging meteen voor het openbreken. Het probleem is eigenlijk een beetje dat vanaf hier wit ja, twee pionnen voor staat en consolideert. Nou, hoe moet je dat nou doen? Hoe moet je dit nou uitspelen? Aan de ene kant geef je tegenstander geen kansen. Dat doet hij hier goed. En aan de andere kant, ja, begin als je voor staat toch wel met afruilen. En dat gebeurt eigenlijk hier. Dus hij gaat hier op loperruil spelen. Er worden wat zetjes gedaan en de lopers zijn geruild. En de dames gaat naar G5 om tegenspel te vinden. En er wordt dameruil aangeboden. En op die manier blijf je je tegenstander bezighouden. Want ja, zwart wil eigenlijk niet ruilen. Nog steeds het idee, ik moet tegenspel creëren als ik de match nog gelijk wil houden. Ook überhaupt trouwens om deze partij nog remise te houden. Nou, naar toren B8, toren maar E4. H5, ja, de partij, het lukt eigenlijk gewoon niet. Wit ruilt af en consolideert. En vervolgens gaat wit nog druk geven op de zwarte koning. En we zien dat wit eigenlijk gewoon drie pionnen voor staat en rustig naar een eindspel toe gaat. Elke keer als zwart afruilt, gaan de pionnen winnen. Gaat zwart niet afruilen, dan zien we dat de zwarte koning in dit geval in de problemen komt. En een paar zetten later moest McShane opgeven, omdat zijn toren er ook nog afging. En het gaat ook nog mat als de dames niet worden geruild. Dus daarmee won Lucas van Varese de match met een mooie 2 punten voorsprong. En al zijn witpartijen gewonnen. Dus dat was erg netjes. En daarmee komen we aan het einde van deze video, waarin we in ieder geval al gekeken hebben naar de match van Varese en McShane. En in de volgende video zullen we gaan kijken naar de match tussen Barmerdam en Darda. Ik hoop dat jullie de video waarderen en als je dat doet, like, subscribe en tot de volgende video.